Hoe ik op de idee kom om alle drijfstof te gaan. Dat begon eigenlijk gewoon als een grapje op het werk met een collega van me. Die na het werk altijd nog even naar de KFC ging, de Burger King of de McDonald's. En op een gegeven moment staat het tegen hem dan van, ja maar Jerry, hoe kom je er dan niet tegen McDonald's als je van huis naar werk gaat en andersom? Hij rekenen, hij komt me 4 tegen. Toen ben ik zelf ook gaan rekenen. Ja, ik kom er ook 4 tegen. Ja Jerry, dan moet je ze allemaal even afgaan en dan gewoon wat halen en dan naar huis toe gaan. Ja, dat moet je eigenlijk dan ook doen. Ja, maar wacht, hoe hebben we dan niet in heel Nederland als ik dit toch ga doen? Nou, had ik dat uitgezocht. Uitgewerkt en ik ben op pad gegaan. Hoe lang ik ben bezig geweest met het avontuur? Ja, ik ben totaal 9 keer op pad gegaan vorig jaar, verspreid over maart tot december. En in die 9 keer 173 McDonald's bezocht met een drive. Of ik alle ritten alleen heb gedaan? Nee, elke keer als ik op pad ben gegaan is er iemand meegegaan, 1 of 2 man. Eigenlijk gewoon puur voor de gezelligheid. Ik ben de hele dag met elkaar op pad. Dus eigenlijk ben ik nooit alleen geweest. De hele dag gewoon met z'n gezellig met elkaar in de auto, eten, muziek aan, rijden en we zien wel hoe de dag eindigt. Ik moet toch iets doen in deze tijden. Ja, hoe mijn dag er eigenlijk uitziet of ik een planning had. Nou, in principe, de eerste keer dat ik op pad ging, had ik helemaal geen planning. Ik stapte de auto in samen met Jay. We keken op de kaart, we gaan gewoon op pad en we zien waar we eindigden. De dag hebben we dan van de Ridderkerk naar Enschede gereden en weer terug. Toen hebben we er 26 gepakt op 1 dag en dat record heb ik eigenlijk niet meer verbroken. En wat we dan eigenlijk allemaal besteld hebben die dag. Wat eigenlijk gewoon begon met een ontbijt. En daarna was het gewoon kijken waar hebben we trek in. Is dat alleen wat te drinken? Is dat een hamburger? Is dat alleen wat kipnuggets? Of alleen een Happy Meal? Net wat anders. Eigenlijk dan de hele dag zo door. Of ik verschillen heb gemerkt tussen McDonald's zelf? Ja! Zo heb ik zelf ervaren dat ik de lekkerste kipnuggets toch in Enschede haal. Die waren er toch net wat pittiger. En dan zag je ook wel terug aan die kipnuggets zelf. Zaten, ik denk dat er zelf van die zwarte spikkels in zaten, peper. Vond net wat kruidiger en vond ik lekkerder. En in Amsterdam heb ik dan weer een mindere ervaring gehad met een hamburger die gewoon heel zoet smaakte. Terwijl je toch zou zeggen van, hè, maar je zou toch overal hetzelfde moeten zijn, maar dat is dus niet zo. Ik ben van plan en ik ben eigenlijk al bezig met alle Burger King's af te gaan met een drive-thru. Het zijn er wel veel minder dan McDonald's, maar dat maakt in principe niet uit. Avontuur is net zo leuk. En als ik dat zeg maar gehad heb, wil ik beginnen aan de KFC's met een drive en eigenlijk zo door. En uiteindelijk ja, heb ik alles met een drive gehad. Dan moet ik eigenlijk ook weer alles zonder de drive gaan doen. Maar dat wordt nog wel een lekkere uitdaging waar ik al een plannetje voor heb in mijn hoofd. Nou, binnen de barorganisatie hebben wij de zogeheten TONK-regeling. Dat staat voor tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten. En dat is als je als gevolg van de coronamaatregelen een terugval in inkomen hebt van minstens 25%, dan kun je daar een beroep op doen. De TONK-regeling is een regeling die tegemoet komt in de vaste woonkosten. Zoals huur, gas, water, licht, internet, telefonie. Het is een bedrag van €750, €1500 en het is een eenmalige gift. En dat geldt voor alle inwoners van onze gemeente. Ben je ouder dan 18 jaar en heb je te maken ten gevolge van de coronamaatregelen situatie met een inkomensteruggang, dan kan je in aanmerking komen voor deze regeling, de TONK-regeling. Dus of je bent particulier of ondernemer, het criterium is er 25% minder inkomen. Zorg ervoor dat u uw aanvraag voor 30 juni doet en kijk daarvoor op de website van uw gemeente. Een kledingzaak. Nou, misschien het allereerste dat ik toch een terrasje pak hier. Als dat weer open is, ja. Ik ga als eerste autodealers opzoeken. Dat is ja, natuurlijk mijn eigen winkel, hè, of die van Mark, de Richo Barendrecht. Maar ik zelf, eerst autodealer, is altijd een hobby van me geweest, dus dat ga ik doen. Nou, als de winkels open gaan, dan ga ik het liefst naar de boekenwinkel. Gewoon om boeken en puzzels te halen. En daarna ga ik naar de schoenenwinkel, omdat ik dat gewoon gezellig vind voor zomerschoentjes. Maar toch ook wel voorzichtig. Niet dat je zomaar met zoveel mensen in een winkel gaat staan, want daar heb ik ook geen zin. Dan loop ik nog een keertje door.